Jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken naar Nieuwe Gamers. Waar we elke week de laatste tech gadget en gear bespreken. Dus wil jij op de hoogte blijven van de laatste tech gadget en gear? Kijk vooral naar Gamers. Netjes. Een soort van rebus bijna. I know, het is een rebus, want we doen de Gamers Netgear. Nighthawk X4S bepaald type nummer bespreken. En dat is een tri-band range extender. Ja. En dat betekent dat je vanaf nog verder van je modem kunt snel internetten. Draadloos. Draadloos. Ja, dat is het eigenlijk. Het is best wel een bizar dingetje, want het is dus letterlijk alleen deze plug in je stopcontact. Het is wel een lompe trouwens, dat moet wel gezegd worden. Maar je steekt hem basically ergens hier in je huis, steek je hem erin. En dan is daar een hele soort van tutorial voor van hoe je dat precies moet doen. En dan gaat hij soort van jouw wifi kopiëren naar deze plug. Dus dat wil zeggen dat je in wezen, als je dicht bij deze plug zou zitten, is dat net zo goed als dicht bij je router zitten. Ja, wacht even, maar hoe kopieert hij dat dan? Hoe kopieert hij dat? Dat doet hij heel simpel via, je gaat eerst log je erop in met je mobiel. En dan gaat hij natuurlijk al op zoek naar updates die hij dan vanaf je mobiel of vanaf een laptop of hoe je dan ook wil, ergens iets met een browser. Gaat hij natuurlijk updaten, de firmware en dergelijke. En dan gaat hij dus, ga jij zeggen van, nou dit is mijn wifi en die wil ik graag zeg maar extenden ergens anders naartoe. En dan kun je ook weer vanuit je mobiel of vanuit je laptop kun je ook precies helemaal instellen van wat je wil. En zegt hij ook van nou, het bereik is hier goed of ik zou liever iets dichter bij de router willen zitten of doe maar iets verder, want het is hier nog goed te doen. Dus hij stapsgewijs leert het ding jezelf hoe je hem moet gebruiken. Wat bizar. Ja. Ik vind het wel heel handig als je een groot huis hebt of een afgesloten slaapkamer, zal het daar ook voor helpen? Ik weet ja, niet. In mijn geval had ik dus iets van het wifi in de slaapkamer is wat minder omdat wij betonnen muren hebben. Maar daar krijg je het dan alweer. Dan kun je hem natuurlijk wel tussen de slaapkamer en de router of gewoon in de slaapkamer kun je hem inpluggen. Maar dan krijg je dus wel het geval van ja, hij moet alsnog door die betonnen muren moet de router het hier naartoe zenden en dan kan die het weer verspreiden. Dus dan krijg je een klein beetje zeg maar meer snelheid, een klein beetje beter bereik van waar je dus moeilijk wifi hebt. Ja, maar hij maakt dus niks sneller. Hij geeft het alleen door naar verder. Ja, maar dat wil dus wel zeggen, dit is wel een extender die het zeg maar niet langzamer maakt. Want je hebt wel eens dat je allerlei extenders kan installeren en dan inderdaad dan verbreed je het bereik van je wifi, maar dan breek je ook de snelheid heel erg af, omdat je het alle kanten op stuurt. Deze heeft wel allerlei firmware, software, hardware om dat gericht te doen en er dus voor te zorgen dat als je dit ding ergens inplukt, dat je dan niet zeg maar de helft van je snelheid kwijtraakt ofzo. Oké, jij zegt ik heb het getest in mijn slaapkamer. Yes. Maar goed, Netflix, hoe test je dat? Chill. Ja. Hoe test je dat dan? Want je hebt gewoon gekeken hoe was het eerst en hoe is het daarna qua ja, snel eigenlijk. Ja, dus, eigenlijk. Ja, maar goed, zoals ik al zei, ik zit dus met betonnen muren. Dus dan, ja, je krijgt dan een miniem verschil. Maar het is vooral heel handig bijvoorbeeld als je dus wat dunnere muren hebt of zo. Maar je wil bijvoorbeeld wifi ook in de tuin hebben. Nou, dan plak je deze bij de bijkeuken of in ieder geval bij de serre of weet ik veel. En dan zul je zien dat in de tuin dus dat je veel beter wifi krijgt. Wat hij zelf aanraadt is zeg maar om met je mobiel aangesloten op de router, op het wifi, dan een beetje rond te gaan lopen. En waar je merkt dat je zeg maar niks meer hebt of heel slechte verbinding hebt, dan doe je precies de helft van daar en de router. Die pak je dan en dat is dan precies waar die gaat extenden. En dus, zodat je er dus voor zorgt dat je weer een soort van nieuwe bubbel aan bereik voor jezelf creëert. Dat is best wel handig. Ja, het is ook oprecht heel handig als je een grote oppervlakte hebt op je huis. Ja, hey, ik zat een beetje op de verpakking te kijken. Er staat Smart Roaming, One ja. Wi-Fi Name. En dan heet het ook nog de Nighthawk X4S. Er zit nog een heel type nummer bij, de AC2200. We houden daar eens mee op. Hou deze mee op, bedrijven, ja. Met al die type nummers, want we weten gewoon niet meer waar we over praten. Netgear heeft gewoon meerdere X4S'en inmiddels. Dus, I know, dus ja. Dat is lastig. We doen dan X5S of 6 of tel door. Dat doen we bij games ook. Het is ook niet, alhoewel trouwens, tegenwoordig. Fallout 76. Ja, voilà. Weet je niet wat iets anders is. Ik heb het idee dat dit qua naam heel erg op de en qua terminologie heel erg op de game inricht, maar ik vind het qua uiterlijk niet echt ja, daarop. Dat vind ik dus ook een beetje apart. Ik vind het raar, want het ziet er echt uit als, dit koopt je moeder. Ja. Nou, dat vind ik dus ook een soort van rare soort van tweedeling, want dit valt dus onder de Nighthawk-lijn. En wij hebben al twee producten van de Nighthawk gehad en inderdaad, dat is de gaming-lijn van Netgear. Ja. En die router en die Switch, die zien er heel gamerachtig uit. Die hebben ledjes, die hebben notabene, die Switch heeft RGB. Waarom heeft dit geen ledjes? Ja, nou niet zeggen dat bovenop ledjes zijn, maar dat is gewoon om te kijken wat de verbinding is. Dat zijn trouwens wel ledjes, ja. Ik moet dan wel weer zeggen, die kunnen dan weer niet uit, waardoor we bijvoorbeeld in de slaapkamer, ze hebben heel fel
wel blauw licht. Dus het is wel eigenlijk fijn om dan een beetje... Kun je licht ook instellen welk kleurtje het geeft? Nee. Het zijn wel vaste kleuren. Het is blauw en bijvoorbeeld hij laat ook met een ledje al zien van... Oh, het bereik is hier goed of slecht of het mag beter of ik ben even mijn firmware aan het updaten. Dat kun je zeg maar wel allemaal aflezen. Het is geen RGB. Maar let daar dus wel op dat die ledjes vrij fel zijn. En als je hem dus ergens op een kale muur hangt, dat die muur dus 's nachts wel blauw verlicht is. Wat waarschijnlijk. Vet. Ik vind dat wel mooi. Wij vonden dat in de slaapkamer iets minder fraai. Ja, maar je wil alle licht uit. Precies. mag het licht uit? Maar hoe dan ook. Nee, inderdaad. Het design Hoor is wel... ik je in je ogen spuit. Sorry, die gaat eruit, maar hij kwam er even. Hij mag erin blijven, hoor. De ware aard van Peter komt hier naar boven. Het rijmpje kwam gewoon omhoog. Ja? Goed. Mag het licht uit. Ga verder. Qua wat jij zegt over het design vind ik helemaal waar. Het is inderdaad heel erg mainstream qua design, maar het valt dan wel weer het onder die... Het is heel erg medium. Een beetje wel. Maar het valt heel erg onder die Nighthawk-lijn, omdat hij dus wel hele goede firmware heeft. Er zit zelfs een quad-core processor in om zelf te berekenen, net als met de router en met de switch, om zelf zeg maar pakketjes data te prioriseren. Dus hij merkt het ook als je gamet en dan gaat hij daar weer iets meer snelheid naartoe spelen. Net als met die router en die switch, in mindere mate zei het, maar dan, dat heeft hij dus wel. En dat wat je zei van One Wi-Fi name, dat is wel echt ontiegelijk fijn. Dit ding kopieert niet je netwerk onder een andere naam. Dit wordt dus niet zeg maar, weet ik veel, ik heb mijn wifi-naam, de Rukbunker of zo. Het is dan niet de Rukbunker 2 of ineens iets in die richting geworden. Of kopie van de Rukbunker. Dat ga je niet zien. Hij pakt één naam en dat wil dus ook zeggen dat jouw mobiel, dus dat noemen ze dus het smart roaming. Als jij met je mobiel of je laptop rondloopt, dan hoeft hij niet op een gegeven moment over te schakelen naar een ander netwerk. Het blijft één soort verrekte bubbel. Hij echt het bestaande netwerk. Ja, en dat vind ik oprecht heel fijn. Want als je het hebt over extenders, dan krijg je weer inderdaad losse namen. Moet je weer los van het wifi weer op die andere gaan zitten. Ja. Dat ga je ook merken als je dat automatisch instelt op je mobiel, dat hij over moet schakelen. Dan loop je naar die andere kamer, dan merk je, hey, mijn YouTube-video is ineens aan het bufferen. Oh, daar is hij weer. Ja, goed, dat soort dingen krijg je dus niet met dit ding. En dat vind ik oprecht wel echt heel netjes. Goed. Wat kost dat? Het kost wel een flinke duit. Zoals ik hem nu heb gezien op verschillende webshops is het €128 zo ongeveer. Is geen goedkope zet. Dat zeker niet. Ja, ik had het dan meer... Kijk, weet je, Netgear weet dit ook zelf. Alles wat gamer is, verkoopt. Daarom is alles, hè, Razer, we maken alle jullie producten, Netgear's producten ook. Alles maken we gamer. Dan denk ik, ja, ik heb gelijk het idee als het wit is en een beetje, ja. Weet je, het ziet toch een beetje Aldi uit. Dan heb ik zoiets van, god, maak het dan zwart. Dan hebben wij al eerder het idee dat het geld waard is. De meeste mensen hebben alleen geen zwarte muren. Dit is gewoon, ik denk dat meer een soort van interior design overweging is geweest. Wit gaat op de meeste muren wel, zeg maar, kleuren. En zwart kan heel snel vloeken. Of dan valt hij nog meer op die kale muur. En ik denk niet dat mensen dat willen hebben. Je hebt mij helemaal debunked. Je hebt helemaal gelijk. Nou ja, sorry. Goed, ja, maar dan alsnog is het wel apart dat dit onder de Nighthawk-lijn valt. Maar verder niet heel erg probeert de gamer te bekoren of zo. Nee, maar gamers hebben ook vaak maar één kamer. Dus je hebt niet heel veel ruimte. Dus sowieso sluiten echte gamers natuurlijk gewoon de router naast hun computer aan. In het hoekje waar je altijd aan het gamen bent. Het liefst in de computer nog. Dan is het nog. Tuurlijk, lekker maar in met RGB en waterkoeling. Make it happen. Exact. Bedankt voor je verhaal, Tom. Ik vind het een superhandig apparaat. Wel even iets meer anders dan we de laatste weken begaan. Ja, dat, zeker. Volgens mij hebben we iets van 4 of 5 toetsenborden. Ja, hij wilde een streak. Ik dacht, we doen even iets anders. We breken nu de streak van zeg maar 7 toetsenborden met één. Ja, er aan. Ja. Goed, jongens, onwijs leuk dat jullie hebben gekeken naar gamers. En we hopen natuurlijk dat je... Ga je hierover schrijven? Mwah. Nou, dat is wel lastig. Dat vind ik, nou ja, het zou kunnen als mensen dit willen. Nee, maar die hebben alle informatie die je moet hebben al over de Nighthawk X4S type nummer. Bedankt voor het kijken. Bedankt je wel, Tom. Dank je wel, Peter. En als je echt alles wil weten over het laatste nieuws van games, tech, gadgets, gear, alles met betrekking tot computerspelletjes waar wij het meest van houden op de wereld, ga naar gamersnet.nl elke dag en volg ons op alle socials. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Je mag nog wel een laatste... Nee, ik dacht, ik zal voor de verandering eens een keer mijn bek houden omdat je er anders zo'n punt van maakt. Ik maak er nooit een punt over. Nou, vroeger. Dat doe ik al jaren niet meer. Ik deed laatst nog zo van... Ik deed laatst nog zo van...